Henk, het is op naar Telstar. Dat is voor mij als liefhebber een beetje een cultclub. Ik had het er ook al met Nieling over. Ja, die kijkt meer naar een tegenstander en niet zozeer van de status als cultclub. Nee, maar het is cultclub. Ik ben er vaak geweest ook. Mijn zusje woont in Emuiden, dus dan heb je daar wel iets mee. Alleen ja, we zijn nu tegenstanders, dan is het een ander verhaal. Ja, een goede tegenstander. Vorig jaar ook tegen ze gespeeld. En altijd lastig. Het waait er altijd. Het veld is niet altijd best, dat kunstgras. Je weet dat het een moeilijk potje gaat worden. Ja, dat is echt. Het is niet toevallig dat zij gewoon zo. Kijk, als Telstar één of twee keer wint, staan ze gewoon weer in de top. En dat is geen toeval. Dus dat heeft te maken met hoe ze spelen. En dat hebben ze goed voor elkaar. Dus lastig te bespelen. Met een keeper die daar heel belangrijk in is. Van de week maakt hij ook een foutje. Maar andere momenten komen er ook goals uit aan hun kant. Dus we moeten het goed voor elkaar hebben. En ja, soms zal het misschien iets anders zijn dan we gewend zijn. Maar ja, anders ga je eraan. Daar hebben we geen zin aan. Er is een plan? Altijd. Altijd. Iedere wedstrijd. Wat we willen aanpassen. Ja, als je van de week kijkt, ik vond de start bij ons niet goed, de eerste 7 minuten. Maar daarna heb je gewoon alles onder controle. Alleen je moet wel blijven verdedigen. Hè? Tot het eind van de race. Hè? We krijgen zelf de kansen, die moeten erin. Als ze er niet in gaan, dan moet je eigenlijk 1-1 spelen. En daar moeten we wel heen. Dat is gewoon een lange bal, de tweede goal. En dan moeten we aan de binnenkant zitten van de tegenstander. Dat moet je wel goed in acht houden. En dat zal morgen heel belangrijk zijn tegen het systeem van Telstar. Ik denk dat ik redelijk stabiel ben. De laatste wedstrijden, die reeks wat we hebben gehad van 6 gewonnen, vond ik mezelf ook goed spelen. Alleen dan dinsdag tegen Den Bosch. Mindere wedstrijd, hoort erbij. Alleen ik denk dat we na het eerste kwartier wel prima hebben opgepakt. Alleen dan vergeten we onszelf te belonen. Ja. Ja, waarom ging het wat minder tegen Den Bosch? Geen scherpe start. Merk je dat ook bij jezelf? Ik heb het niet bij mezelf gemerkt. Alleen toen ik het terug zag, toen zag ik wel van oké, dit is niet hoe ik normaal aan een wedstrijd begin. Weinig tegengoals, dat heeft te maken met een keeper, maar ook met de mannen die ervoor staan. Ja, dat denk ik ook, maar verdedigen begint bij de aanval. Hè. Dus ik denk dat we dat als team heel goed doen. Veel wedstrijden, korte tijd, iedereen wel fit? Iedereen fit. Je moet even naar Natti kijken, anders hebben we goede vervangers. Ja. Nou, op naar Telstar. Ik heb er zin aan, laat maar weer komen.